Nee, trouwens even heel iets anders. Joep Douw uit Den Haag vraagt zich af, beste René, ga je Twan van Peperstraat ook zo missen bij de NOS? Ja. Ja, maar je hebt wel... Kijk, je hebt wel eens emoties dat je... Bijvoorbeeld dat het André Agassi zijn laatste wedstrijd speelt, weet je. Dat, en het publiek in New York wordt gek. Dan kan ik me nog, kan ik me voorstellen dat je... Dat je daar iets wat emotioneel onder wordt. Maar als je in een lege studio staat... Ja, en je doet dan na 10 seconden dit. We stonden op de autocue natuurlijk, en nu huilen. Dat stonden, ik bedoel... Ik heb het niet gezien. Nee, niet gezien? Nee. Dan komt hij aan. Even voor jou. Twan met zijn afscheid. Donder. Tja, en... wat moet je nou zeggen? Er komt een... ja, ik... Einde van 20 jaar studio sport. Dat is moeilijk. Ik weet je maar, René. Ja. Maar het leuke is, hij is voor de poen naar Fox gegaan. Ja. Gewoon voor de poen. Ja. Wil je nog één keer zien? Ja. Kijk dan nog één keer. Eén keer goed kijken. Die is niet goed. Ja, maar... Nee. Nee, maar... Ja. Nee, maar dat kan toch niet. Ja, maar dit vind je niet leuk. Nee, maar je kunt over Arno Vermeulen zeggen wat je wil, maar dit zie ik hem niet doen. Dit doet hij niet. He? Dit doet hij. Maar, nee, maar denk jij dat het door die wedstrijd kwam? Welke wedstrijd? Oh. Nou, nee, maar ik denk dat als Twan presenteert, hij het wel degelijk ziet aan de kijkcijfers. Want zo stelt hij zich op, hè? Want hij denkt ook dat heel Nederland mee zit te snikken in de huiskamer, denk ik. Hè? Nou, ja, ik einde van 20 jaar studio sport. Ja, nee, maar ik kan me voorstellen. Maar stel.